Op de universiteit is al enige tijd discussie over het aanbod in kantines. Zo sluiten medio 2020 7 restaurants. Sodexo, de cateraar van de universiteit, zegt dat mensen meer behoefte hebben aan luxe. Dub zoekt uit wat studenten precies verwachten van een universiteitskantine. Wat heb je gehaald in de kantine? Ik heb een kroket gehaald. Bestel je dat vaak? Nou, af en toe wel. Het is niet het duurste in de kantine en het is wel een lekkere snack. Wat heb je besteld vandaag? Ik heb een pizza funghi besteld net. En bestel je vaker pizza's hier? Af en toe. Maar meestal neem ik toch eigenlijk wel mijn eigen eten mee. Waarom neem je vaker je eigen eten mee? Omdat het gewoon goedkoper is. Eigenlijk alleen daarom. So what did you order in the cafeteria? I actually ordered this chicken teriyaki ramen. It looks incredible. I'm very happy with it. What do you expect from your cafeteria? Do you like luxury products or? So I feel like a healthy combination between the two is really nice because sometimes you just come in here and look for a snack, something to just, you know, eat something really quickly. But sometimes you get really hungry, you know, so you want a proper meal and they're quite cheap. So yeah, incredible. This is a great example of what should be done most, in my opinion. Waar hebben de studenten behoefte aan in een universiteitskantine? Nou, de studenten hebben met name behoefte aan warmere maaltijden, zeg maar. Vooral, we zien eigenlijk, voorheen was alleen maar avonds dat warme maaltijden verkocht worden. Maar je ziet nu, doordat er meer internationale studenten komen, dat er ook 's middags meer warme maaltijden gevraagd worden. En dat loopt eigenlijk de hele middag wel door tot de avonduitgifte, zeg maar. Wat zijn goedlopende producten in deze kantine? Nou, je ziet dus nu dat we het mix-it concept wat we nu hebben, waar je een eigen salade kan samenstellen uit diverse producten die wij hebben, heel populair is. En waar voorheen Peco heel erg populair was. En ja, zo zie je maar dat het hele jaar door wisselt, zeg maar. En wat zijn nu trends in het cateringlandschap en houden jullie daar ook rekening mee? Ja, op dit moment is duidelijke trend vegetarisch, veganistisch zelfs. Wat ik zelf niet verwacht had, maar dat zie je steeds verder ontwikkelen op de universiteit, zeg maar. En daar hebben jullie ook steeds meer mogelijkheden voor? Ja, onze tomatenburger die eigenlijk een van de toppers is, zeg maar. Na de mix-it is dat eigenlijk wel de topper die we verkopen. Ja. Wat vind je belangrijk in een universiteitskantine? Ik vind eigenlijk dat het een beetje betaalbaar is, want ja, we zijn student, dus ze moeten er niet van uitgaan dat wij hele dure dingen kunnen kopen. En tegelijkertijd dat het ook een beetje duurzaam is, want vegetarische opties zijn eigenlijk ook wel belangrijk. Dat is wat nu veel mensen eten, dus ja. Sodexo heeft aangegeven dat mensen zeggen dat ze meer behoefte hebben aan luxe producten. Heb jij dat ook? Nou, ik eigenlijk niet. Nee, voor mij is het belangrijk dat het een vrij betaalbare optie is en genoeg aanbod, zodat iedereen gewoon iets kan halen tussendoor. Wat verwacht je van een universiteitskantine? Niet al te duur, te ingewikkeld eten, maar wel gewoon veel opties. En vooral ook wel gezonde opties, denk ik. Dat is wel wat ik het liefst zie. En heb je als student een beetje behoefte aan luxe producten ook? Want een pizza is best wel luxe, denk ik. Maar niet per se luxe eigenlijk, maar pizza, ja, dat is eigenlijk wel redelijk luxe, ja. Ja, nu ik dit zo hier weer in mijn handen heb, denk ik eigenlijk wel, ik ben toch wel blij dat ze dit hebben, inderdaad.